De volgende rit is er eentje tussen twee mannen die hebben teleurgesteld op de eerste dag. De Nederlandse sprintkampioen Tjerk Terpstra maakt het hier niet waar dat hij op het nationaal kampioenschap de nummer 1 werd. Want hij staat hier als laatste van de vier Nederlanders geclasseerd in het klassement van de eerste dag op een 25e plaats. Zijn tegenstander op deze 500 meter, Eric Flame, de Amerikaan, heeft het ook niet waargemaakt. Hij staat 16e in het algemeen klassement en ook dat is beneden zijn niveau. 10-3 is de opening van Tjerk. Terpstra die het eigenlijk al een aantal jaren niet echt waar maakt. Was het een gigantisch sprinttalent een aantal jaren geleden. Waarschijnlijk kwam hij niet op tegen de druk. En nu gaat hij onderuit. Dat is zonde voor Tjerk. Dat is het hele toernooi verknald. Ja, het zag er toch al niet zo vrolijk uit. En dan ook dit nog. 39-10 inmiddels. De eindtijd van Eric Flame. En daarmee is dus aan elke illusie voor zover nog aanwezig van Tjerk Terpstra een definitieve einde gekomen op dit WK-sprint. Onderuit, over en uit. Hier komt Tjerk in de binnenbocht. Het gaat nog redelijk. Dan, hij mist op zijn binnenste been, zijn linkerbeen, mist hij gewoon de slag. Of het dan een door zijn voet zwikken is, dat is niet helemaal duidelijk.